Een goeiemorgen, het is hier met verpleger Jenno. Aangenaam. De zieke Jules, ja, dat weet wel, is eigenlijk al een beetje beter aan het worden. Hij heeft het in ieder geval niet meer overgegeven. Hij heeft dan altijd een beetje slappe kak, maar ja, hij eet dan ook geen vaste voeding voor het moment. Enkel maar moedermelk. Vandaag en heel wat water. En we hebben hem nu vandaag, deze ochtend, voor de eerste keer weer terug een beetje toast gegeven en ook een koekje. Maar nog een andere zieke. Gisteren was er nog niet echt veel aan de hand. Ze voelde nou wel al niet meer zo op en top zo. Maar nu is ze geveild. Vannacht om 2 uur moest ik ook gaan overgeven. Ja, dus, mama. Het begint hier bij ons wel blijkbaar uiteindelijk altijd wel eigenlijk s'nachts een Jules. Ja, precies wel, hè. Dan heb ik hier in de zetel geslapen, terwijl mijn mannetjes in de slaapkamer lagen, dat toch maar stil was voor jullie. Ja, dus Jane, nu, heb je nu nog moeten, wanneer je slaapt, zou je het moest overgeven? Kom maar bij papa. Ik heb dus al de zorg op mij opgenomen, ik heb Jules al gewassen, ik heb hem ook al wat eten gegeven, al wat mij bespeeld. En nu gaan we, is hij heel moe en ik denk dat hij wel lekker een dutje wil doen in de buggy. We gaan eventjes naar de winkel, want ja, dat moet ook natuurlijk nog gebeuren. We moeten nog wat eten naar huis halen. Jane zal niet veel eten, maar ze heeft gelezen dat Aquarius, dat dat goed zou zijn. Om, ik weet niet, om dat nog wat extra zout en zo ook op te slaan. Dus dan ga ik dat ook maar gaan halen. En terwijl kan Jane hier een beetje liggen, rusten. Ik doe niets anders dan vanaf vandaag. Ja, ja. Kijk, zo zie je maar. Papa zijn, dat heeft ook nog heel wat verantwoordelijkheden, natuurlijk. En nog wat meer dan dat ik eerst dacht, ja, anders was het als Julien ziek was. Ja, dat ging, ja, ging alle zorg naar Julien natuurlijk, hè, door mij dan. Maar nu komt natuurlijk ook nog een keer Jules erbij, dus nu heb ik 2 zieken in huis. Ja, ja, hè? Dan vind je dat grappig. Hè? Nu moet ik voor 2 zorgen. Ik wil er niet aan denken dat we hier allemaal alle drie ziek zijn. Wat er dan gaat gebeuren, hè? We zijn vertrokken, hè, jongen. Ik heb boodschappen gedaan. Dat is leuk wandelen, hè? Je lag direct al te slapen, hè? Dat is een waterkar af. Jules, voorzichtig, hè? Jules, afblijven. Kom maar. Kom eens bij papa. We hebben hier mee voor mama. Een beetje van die witte sportdrink. Dat zou goed moeten zijn. Ja, de dop is eraf. Nu kan mama lekker drinken. Ja. En we hebben voor Jules ook eens een bekertje gedaan. Kijk. Verpleger papa die gaat hier alle patiënten eventjes een beetje bij laten tanken, hè. Heb je geen zin? Ah, ja, tot wanneer je het proeft. Is lekker, hoor. Lekker, hè? Zegt hij. Nog wel een beetje. Daar ben ik nog van drinken. Ja. Eindelijk heb je iets gevonden wat Jules graag drinkt. Hé, hey. Goed zo. Leuk. We zijn weer een paar uur verder. Het is avond geworden. Met onze Jules lijkt het allemaal wat beter te gaan. Ja, ja. Ja, ja. Hij heeft flink zijn water gedronken. Hij is een aquariuswater ook. Mama ook trouwens. Hij heeft zelfs ook een klein hapje gegeten. Een yoghurtje. En dat heeft hij ook nu, tot nu toe allemaal binnengehouden. Een banaantje. Dus hij is heel flink geweest. Is papa verpleger goed gedaan? Heeft... Ja, bravo voor papa. Heb ik goed mijn werk gedaan? Dus bravo. Applaus, bravo. Bravo voor papa. Ja, twee keer in de handen geklapt. Ja, ook voor Jean heb ik wel gezorgd. Hè? Heel goed gedaan. Jean heeft ook een beschuitje op, ook haar Aquarius flink gedronken. Ook een yoghurtje. Ook een yoghurtje, eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde gegeten. Bananen heb je erop. Jean heeft eigenlijk meer gegeten dan mama. Ik hoop ook dat mama ook wat beter wordt morgen. En vooral dan Jules, morgen gaan we weer proberen om hem weer wat vaste voeding te geven. Dat hij zijn eten ook binnenhoudt. Dat gaan we dan allemaal een beetje volgen. Ja. Nu gaan wij stilletjes aan terug naar bedje. Hè. Het is zo echt een hele saaie, trage dag geweest vandaag. Je hebt ook echt niks gedaan vandaag. Nee, er is heel weinig gebeurd. Ik ben verhuisd van de zetel naar het bed, van het bed weer terug naar de zetel. En nu ben ik terug verhuisd naar het bed. Ja, kijk, zo is het inderdaad gegaan. We gaan het heel, heel rustig aan doen. En morgen dan zijn we er weer met een nieuwe vlog en dan ja, een update hè, van hoe het allemaal weer met ons gaat. Ik ben tot nu toe nog gezond en wel, dus laat ons hopen dat dat ook zo blijft. Tot morgen. Dag.